Zijn banken na de kredietcrisis veiliger geworden? Om die vraag te beantwoorden moeten we terug naar het begin van deze eeuw. Bankiers waren in de loop der jaren steeds meer risico gaan nemen. Ze leenden meer geld uit en hielden minder reserves aan. Die reserves waren nodig om klappen op te kunnen vangen. Door die aanpak maakten ze meer winst en kregen ze hogere bonussen. Dat ging goed, zolang de leningen keurig werden terugbetaald. Intussen werden banken door fusies en overnames steeds groter. Zo groot dat ze niet meer failliet mochten gaan. Gebeurde dat toch, dan zouden betalingsverkeer, spaargeld en kredietverlening in gevaar komen. Ze werden too big to fail. Amerikaanse banken namen extra grote risico's. Tot 2007 verstrekte zij massaal hypotheken aan arme mensen die de huizen eigenlijk niet konden betalen. Die leningen bundelden ze en verkochten ze door aan andere banken over de hele wereld. Die hadden vaak niet door wat voor rommel ze kochten. Uiteindelijk werd dat toch duidelijk. In 2008 ging de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers door die rommelhypotheken failliet. Bankiers concludeerden drie dingen: rommelhypotheken zijn waardeloos. We weten niet hoeveel rommelhypotheken andere banken in bezit hebben. En banken hebben te weinig reserves om de enorme verliezen op die rommelhypotheken op te vangen. Het gevolg? Een enorme vertrouwenscrisis. Bankiers durfden niet langer aan elkaar uit te lenen, er ontstond een grote tekort aan geld en alle banken dreigden failliet te gaan. Om dat te voorkomen begonnen overheden enorm veel geld in de banken te pompen. Daarmee voorkwamen ze een ramp. In Nederland werd ABN Amro zelfs genationaliseerd. Mensen waren boos op de bankiers. Ze hadden enorme bonussen ontvangen en de wereld in een crisis gestort. We zijn nu zeven jaar verder. Wat is er sindsdien eigenlijk veranderd? Wereldwijd hebben overheden veel maatregelen genomen om een nieuwe kredietcrisis te voorkomen. De belangrijkste is dat banken meer reserves achter de hand moeten houden. Daarmee kunnen ze grotere verliezen opvangen als leningen niet worden terugbetaald. Bankiers moeten ook genoegen nemen met lagere bonussen. Nederlandse banken zijn ook fors kleiner geworden. ING moest bedrijfsonderdelen verkopen en ABN Amro werd van een wereldwijde speler een provinciebankje. Voor de overheid is het wel goedkoper geworden om ze te redden. Als een bank nu in de problemen komt, zijn geldschieters die aan de bank uitleenden hun geld kwijt. Aandeelhouders ook. Dat is goed nieuws voor de belastingbetaler. Dus ja, banken zijn inderdaad veiliger dan in 2007. Maar garanties dat het nooit meer misgaat? Nee, die kan niemand geven. Begin de discussie. Deel dit filmpje.